U kijkt nu samen met vermoedelijk ruim 1 miljoen mensen naar dit programma. En ik denk dat werkelijk iedereen begrijpt dat in een administratiekantoor weliswaar geldzaken worden geregeld, maar op papier. En dat het geld waar het over gaat er natuurlijk niet zelf is. De politie is op zoek naar 2 overvallers die bijna een man doodsloegen omdat ze dat schijnbaar niet begrepen. In Amsterdam-Zuidoost liggen vlakbij metrostation Ganzenhoef een aantal grote flats aan deze grubbehoeve. Boven liggen appartementen op de begane grond, winkels en bedrijven, waaronder een consultancybedrijf. Afgelopen jaar, op maandagmiddag 8 mei, is daar de eigenaar samen met een kennis die hem als vriendendienst af en toe helpt, wanneer 2 mannen aanbellen. De mannen doen alsof ze administratieve hulp nodig hebben, maar als ze eenmaal binnen zijn, gaan ze helemaal los. Een van hen slaat voortdurend keihard met het vuurwapen op het hoofd van de eigenaar en dreigt afwisselend in het Nederlands en in het Surinaams om hem te vermoorden. De andere persoon bedreigt de kennis. Waarschijnlijk denken de mannen dat er geld en een kluis in het kantoortje aanwezig is, maar dat is er helemaal niet. Uiteindelijk gaan ze er met zeggen en schrijven 2 zilveren ringen en het horloge van de kennis vandoor. De eigenaar wordt met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis afgevoerd. Mevrouw Isaaks, de daders zijn 2 waarschijnlijk Surinaamse mannen die vermoedelijk daar in de buurt zijn gefilmd. Kunt u uitleggen wat we zo op de beelden gaan zien? Ja, die overval zelf is niet gefilmd, maar vlak daarvoor zijn 3 mannen vanuit een fietsenhok in die flat Grubbehoeve vastgelegd op beveiligingscamera's. En wij denken dat 2 van de mannen die wij zien die overvallers zijn en dat de derde man op de uitkijk heeft gestaan. Overigens hebben we vlak na die overval aan de Glitterstraat, en dat is ook daar in de buurt in Amsterdam-Zuidoost, een deel van een vuurwapen en een bivakmuts aangetroffen. Nou, die spullen liggen op dit moment bij het NFI voor sporenonderzoek. Maar wij hopen eigenlijk vanavond deze zaken op te kunnen lossen met de hulp van kijkers. Laten we allemaal snel gaan kijken naar de beelden. Vlak voor de overval lopen deze mannen richting het bedrijf. De slachtoffers dachten dat de overvallers allebei rond de 30 waren. Ze hadden beide kort zwart kroeshaar en zagen er volgens hen fris uit. De derde man is niet door hen gezien, maar staat hier mogelijk op de uitkijk. Na de overval rennen de daders weg en volgt even later heel rustig hun vermoedelijke handlanger. Ook vanuit de hal van de flat is hun aftocht vastgelegd. Uiteindelijk had hun slachtoffer meerdere hechtingen voor zijn hoofdwonden nodig. Enig vermoeden wie de overvallers zijn? Tip. Hun beelden en de andere informatie over hun zinloze overval staan vanaf nu op de site.